Spel. Ik ga hem toch proberen op te prikken, maar ik doe het wel voorzichtig. Ja. Eens kijken hoe we dat gaan doen. Ik ga dat zo doen. Het is net een vaccinatie hoor. Ik doe het even zo, hè. Kijk, heb je alle twee gehad? Ja. Dan kan je het zo. Nou, redelijk mooi. Ik mag je geen hand geven. Hé, hier is die. En heel erg bedankt voor de enorme inzet van de laatste al die jaren. En ja, ik hoop niet dat je in een gat dreigt te vallen. Nee. Maar dat ga je wel weer opvullen. Ja, van in dit doosje mag je bewaren, dan zei je ook op je pyjama wel spel dat het komt voor. En kijk eens, dit is een prachtige oorkonde die erbij hoort. Zal ik even voorlezen wat erop staat? Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 juni 2021 besloten de Boksmeersterspeld van verdiensten uit te reiken aan de heer Herman Reijnen, geboren op 26 juni 1954. De speld van verdiensten werd hem uitgereikt op 18 juli 2021. De heer Reijnen is 25 jaar vrijwilliger geweest bij gemeenschapshuis Joffershof in Vieringsbeek. Hij stond altijd klaar om een helpende hand te bieden als er geklust moest worden. En daarnaast was hij beheerder op de vrijdag en maandagavond. En dat klopt allemaal. Al dus besloten burgemeester en wethouders van Boksmeer. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens, en een boeket bloemen. Daar hoort er ook bij. Geen hand meer over. Geweldig. Nou, kijk, dan even de foto van uw zus natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, wat we hebben het familiealbum. Ja. Ja, bij Sinterklaas niet, die weet echt alles. Maar ook in de parochie heb je je ingezet als vrijwilliger bij de werkgroep Kindernevendienst en de werkgroep Communie. Van de kermissen bij de parochie Vieringsbeek. En natuurlijk waar je kinderen naartoe gaat, zeg ook in die leeftijd als ze die aandacht van moeders nodig hadden, dus dan doe je dat er gewoon even bij over de andere kinderen. En vanaf 2006 tot heden was je bij van 2006 tot 2020 secretaris en later voorzitter en bij nu van de zanggroep Zorgvoer. En daar coördineer jij onder andere de communicatie tussen de koorleden, de dirigent en je organiseert de optredens. En dat is natuurlijk wel een hele klus. En dan heb ik nog wat gevonden, dat je, en dat is verder onbekend, dus dat moet ik allemaal wat uitgelegd krijgen, want je bent 10 jaar lang bestuurder geweest van een club die niet meer bestaat en waar ook niks meer van terug te vinden was. En dat is Oranjeboven. Maar dat sluit heel mooi aan bij datgene wat ik zeggen wil, Oranjeboven. Zijn de majesteit is wel met zijn gezin naar Griekenland vertrokken voor een ongetwijfeld welverdiende vakantie. Maar voordat hij naar Griekenland ging, heeft hij nog een belangrijk besluit genomen. En dat is wat ik jou ga melden, dat het zijn de majesteit heeft behaagd. Ja? Te genoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ja. En die versierste die mag ik jou heel graag opschilderen. Jeetje. Ja. Hey. Willem-Alexander heeft hier het al. Ja, dat kan ik niet. Jeetje, ik heb het al. Kijk eens. Nou, daar horen natuurlijk ook de bloemen bij. Dankjewel, Nancy. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. Jeetje. Ja. Ik ben helemaal... Clever glas. Ja, dankjewel. Nou, daarbij, hier zit in het koffertje nog een oorkonde.
die erbij hoort. Dat is, mag je inlijsten boven het... Ja, langs die andere. Langs die andere, ja. En er wat andere informatie. Die van die spel bedoel ik. Kijk. Ja. Geef het ook mee. Oh, nou is het toch super. Uitzien. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Heel veel geluk erbij. Ja, gaat goed komen. En dat denk ik ook. En u een hele fijne tour gewenst. Dank u wel. We hebben tijd voor je. Jongens, heel veel geluk met allemaal. Dan zou ik zeggen, laten we het lang zal ze leven. Ja. Lang zal ze leven.